Nummer 9 Excelsior Maassluis in de thuiswedstrijd tegen FC Lisse spelend in het wit. En het is de thuisploeg die beter aan de wedstrijd begint met deze voorzet van Blij. Die wordt verwerkt tot schot, maar gelukkig voor FC Lisse wordt gered door doelman Van der Werf. Zo blijft het eigenlijk de eerste helft doorgaan. De thuisploeg is de betere ploeg. Ringeling kopt hem tegen Smit aan en maakt er 1-0 van. Het is een toevalstreffer, maar daar zal Smit niet slecht van slapen. De corner is heel erg goed. Wordt doorgekopt door Ringeling, de centrale verdediger. En die ziet dat de andere centrale verdediger er tegenaan loopt. Zijn derde van het seizoen, Moreno. Ook nog in de eerste helft met een slap schotje, maar Van der Werf kijkt hem tegen de paal aan. Merkwaardige actie van de keeper, maar het loopt goed af voor FC Lisse. Lange bal richting Van der Berg. Geen buitenspel. Van der Werf zijn goal uit. Toch gaat Van der Berg voor het schot en de redding met de voeten is daar. Van de doelman van FC Lisse. Dat het ontzettend moeilijk heeft. Ondanks dat het maar twee plekken op de ranglijst scheelt. Dieper al in de tweede helft. De kopbal van Vink van de lijn gehaald. Dat is een goede redding. En dan Derks en gaat die bal erin. Nog zo'n merkwaardig doelpunt. Maar nu met dank aan Kevin Vink die aankondigde heel graag coach van Excelsior Maassluis te gaan worden. Zijn inzet wordt nog van de lijn gehaald, maar Derks maakt er 2-0 van. En dan lijkt de wedstrijd beslist. En wil Excelsior Maassluis nog meer met Van Ooyen. En die schiet hem op het dak van het doel. Leuk geprobeerd het lopje, maar hij gaat er niet in. En dus blijft het bij 2-0 en mag Excelsior Maassluis omhoog blijven kijken in de tweede divisie. En dat is leuk voor de trainer die volgend jaar bij Sparta traint.